Mijn naam is Jan Siemerink en ik was de winnaar in 1998. Ik zit er nog wel eens aan te denken om er een boek over te schrijven over dat toernooi, want er gebeurde van alles. Maar ik denk het belangrijkste voor mij toen in die week zelf was toch wel matchpoint tegen in de eerste ronde, tegen Goran Ivanišević. Matchpoint in de tiebreak van de tweede set. Maar met deze prima passing komt Siemerink terug. Hij wint de tweede set. De derde set nog een keer onderuit gaat met het racket op de muis van mijn duim val. Waardoor hij min of meer gekneusd was en de volgende dag kon ik mijn rek niet eens vasthouden. Maar wel de wedstrijd wist te winnen en uiteindelijk het toernooi wist te winnen. Met een paar mooie overwinningen op uiteindelijk vier Grand Slam winnaars natuurlijk. Met Ivanišević, Krajicek, Rafter en Thomas Johansson in de finale. En ja, een week die je niet zo gauw meer vergeet. En dat is een geweldige rieker. Ik kan me nog goed herinneren de wedstrijd tegen Stefan Edberg in de tweede ronde. 92, 93, zoiets geloof ik. Dat vergeet je niet meer. Wereldtopper toen. En die won ik in twee sets. Zeer verrassend voor menigeen. Misschien voor mezelf ook wel. Maar daarmee wel een bevestiging dat wereldtoppers ook te pakken zijn natuurlijk. Haarhuis won volgens mij van Lendl dat jaar ook in de tweede ronde. Dus nummers 1 en 2 van de plaatslijst gingen er vrij vroeg uit tegen Nederlanders. Dat was wel uniek. En daarna denk ik wel de wedstrijden in 98 uiteindelijk, die me dan het meeste bijblijven. En wat een sensatie. Iedereen verwacht hier toch Richard Krajicek in de finale. En wat een overwinning voor deze man.